En ja, zoals beloofd zal ik vandaag op de weegschaal staan. Dus dat ga ik nu eventjes voor jullie doen. Zelf een fit. Ga je ermee naar huis? Hier is de clip. Ja, oma is rood. Oma is rood. Is oma dan? Goedemorgen, het is vandaag zondag, het is 7:30. Wij zijn er alvast uit, Niva en Nomé. Dennis mag vandaag uitslapen, want dat mocht ik gisteren. Dus we beginnen met een flesje en een chocomelkje op de bank met prinsessia. En ja, zoals beloofd zal ik vandaag op de weegschaal staan. Dus dat ga ik nu eventjes voor jullie doen. Ik heb gisteren natuurlijk wel een wijntje gehad, want we gingen spontaan bij onze vrienden in de tuin zitten. Maar ik heb vervolgens wel gewoon een wrap gegeten in plaats van dat hun broodjes hamburger gingen eten. Dus ik ben heel benieuwd. Mijn gewicht was toen ik dinsdag begon 95. Daar schrok ik best wel van. Want dat was ook mijn gewicht nadat ik bevallen was van Niva. En toen had ik er al best wel wat kilo's weer af. Ik was alweer rond de 90. Dus toen was gewoon weer 5 kilo gegroeid. In plaats van afgevallen. Dus ik ben heel benieuwd wat ik in die dagen ben afgevallen. We gaan het zien. Toch afgevallen. Nou hebben we vanmiddag nog een verjaardag. En dan hebben we altijd lekker kwarttaart. En dan zit lekker met worst. Dus ik ben benieuwd of ik daar van af kan blijven. Doe maar. 1, 2. Ga maar met een speeltje rammelen. Met die dia. Ja, die rammelt wel een beetje. Blij met je zusje? Ja. En we kijken naar de Formule 1. Mag ik dat nou doen? Vanmorgen neef al. Goed zo. Ben je ook wakker? Ja, baby ook wakker. Wat heeft baby op een shirtje? Giraf? Wat heb je lekker uitgeslapen? Het is 8:30. Oh. Ja! Goed zo! Ja! Zo knap van jou. Het is inmiddels 9:15 en wij beginnen gezellig met een ontbijtje. Zelf een fit piggy. Ik kies deze lekkere ruby red velvet eindbaas. En daar zitten 299,7 calorieën in en 21 eiwitten. En van de binnenkant uit. Echt heel lekker.
Wow, Nevan. Woo! Wow. Lekker op het schoolplein, want het is weer heerlijk. Zie? Mag ik eens zien? Wauw, dit is mooi. Ga je mee naar huis? Gaan we langs een Jumbo? Wat een wind, jongens. Net even naar het schoolplein geweest, omdat het best wel lekker weer, ondanks dat er wel een windje staat. Ik moet straks mijn haar nog even doen, want vanmiddag gaan we op verjaardag, maar daar had ik net geen tijd voor. Ik denk, dan komen we niet meer naar buiten. En nu gaan we Niva alvast eventjes in bad doen, want we zijn altijd vaak wel laat terug van een verjaardag. En anders kom je weer niet in badje, hè? Gisteravond was het ook al snel wassen. Dus nu gaan we Niva even lekker in bad doen. Het is inmiddels 11:15, kan ze daarna een flesje krijgen. Kunnen Niva en Nevan op bed en dan kunnen we daarna op verjaardag. Wat tinken? De auto tinken, omdat papa en mama morgen nog inkopen moeten. Oké, dat wil ik jou wel. Dat wil ik er wel, maar mag ik er dan ook uit? Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat anders ook mag. In badje. Joepie. Mijn armen zijn helemaal nat. Nou gaan we met die blote billen. Mijn armen zijn helemaal nat. Ik heb net de droger even aangedaan, want de wasmachine daar heb ik gisteravond niet aan toegekomen. En Niva en Nevan liggen op bed. Ik ben met mijn haar bezig, zoals je kunt zien. En Dennis is met Nomé eventjes de auto tanken. Zodat we morgen, als we op inkoop gaan, een volle tank hebben. En ik ben zo moe. Ik weet soms echt niet waar ik last van heb. Hoor. Ja, misschien natuurlijk, eigenlijk logisch. Veel eruit moeten s'nachts. Maar ik moet mezelf echt erbij trappen vandaag. Maar mijn haar dus. Straks op verjaardag. En ik heb vanmorgen alleen een fit pikkie gegeten. Wat trouwens nog wel even een tipje is. Als je ook van plan bent om zo'n fit pikkie te gaan proberen. Laat hem eventjes buiten de koelkast staan. Want dan is het wel echt lekkerder. Maar goed, ik ga weer van de hak op de tak. Omdat ik dus vanmorgen een fit pikkie heb gehad, heb ik mezelf voorgenomen dat ik vanmiddag wel, als ze een kwarktaart hebben, want dat vind ik heel erg lekker, een kwarktaartje neem. En een paar stukjes met worst. Dus ik heb nu tussen de middag niks gegeten. Echt wel zin in wat. Dus op deze verjaardag hebben ze altijd zulke lekkere hapjes. Ik wil daar gewoon graag wat van. Dus dat doe ik dan ook maar. Ik denk, ik heb er alweer ruim 2 kilo af. Als ik dat dan vandaag doe, vanavond nog even ga sporten, dan moet dat kunnen. Je moet je af en toe jezelf ook soms iets gunnen, toch? En ik ben wel heel erg benieuwd hoe het met jullie dieet gaat. Laat het hieronder eventjes weten in een reactie. Ik ben benieuwd of het net zo goed gaat. Of beter misschien zelfs wel. Misschien zijn jullie nog wel strenger en gemotiveerder dan dat ik ben. Zo kunnen we elkaar misschien een beetje motiveren. Ik hoor stroom mij met papa Oet, hij zal niet stoppen tot ze zeggen ja. Je hebt je eerste clipje, ja. Ja, wauw. Oh, wiggle, wiggle, wiggle. Mooi, hè. Wauw. Het is 2:30 en wij zijn onderweg naar de verjaardag. Dan is de sleutel.
Ja. Wow, wat veel magneetjes. Waar is Aapje? Een apen. Ja, een apen. Mama. Ja? Salamander. Ja. Ja. Maar. Zeehondje. Nog een zeehondje. Nog twee tongen. Is oma er ook? Ja, vlinder. Is oma er ook? Wie is oma dan? Wie is oma? Is oma er ook? Ja. Waar dan? Is dat oma? Nee. Ja. Ja. Supergezellige verjaardag, maar of ik me aan mijn dieet heb gehouden? Nou, het antwoord is nee. Nee. Oeps. Taart en veel te veel hapjes. Dus vanavond maar geen avondeten en hopelijk morgen weer met volle moed tegen me. Klaar. Wie? Oh. En Niva, die hebben gelijk de pyjama aangedaan en die heeft haar flesje al gehad, dus die kan straks zo haar bedje in. En dan Nomé en Neva nog even onder de douche. Was het gezellig? Ja. Zeker. Eten. Smakelijk eten. Drinken. We zijn vorig zomer vergeten de watertafel op te ruimen. Gewoon door drukte eigenlijk. Dus die is echt mega vies. Aangezien het nou nog lekker weer is, dachten we, die moeten we nog maar even schoonmaken. Niet dat ik daar echt zin in heb, maar dan is het weer schoon en dan kunnen we, als het weer lekker weer is, de tuin aanpakken. Want dat is echt wel nodig. Die ziet er gewoon niet meer uit. De schutting moet weer opnieuw geverfd. En alles weer lekker schoon. Dus dat is nog even de opdracht van vandaag. Ik wou eigenlijk sporten. Maar daar ook geen zin in. Dus zei Dennis, laten we dit nog maar even doen.